Yo, Gianon hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 28. Heb jij aflevering 27 in Canada gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat jij deze gaat zien? Dat kan recht voor het i'tje, klik erop en jij die video verschijnen natuurlijk. Ben je nieuw op mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond, dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op de sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Helaas is een update gefaald. De engine power is dus helaas niet gelukt. Maar ja, die kunnen we dus opnieuw bestellen eigenlijk. Dus dat gaan we zeker doen. Dat komt dus voor de volgende aflevering, maar eerst de kwalificatie op het bloedsnelle circuit van Oostenrijk. We zijn dus inmiddels aanbeland bij de kwalificatie van de Grote Prijs van Oostenrijk. Kijken wat wij gaan rijden in Q1. Het circuit is bloedsnel en ik verwacht dat de AI hier richting de 1-4 gaan of zelfs de 1-2. Sainz een 1-4-0 en regen over 10 minuten. Bottas een 1-3-0. Dat is heel snel. Wat rijden wij in Q1? We rijden een 1-3-4 op 4/10 van Valtteri Bottas naar P3, dat is dus P9 gegaan. En de lucht is gewoon bewolkter en bewolkter gaan worden. Ik ben er toch nog uitgegaan om er gewoon te zijn. We staan gewoon op P9, maar je weet maar nooit. Paars in sector 1, 2/10 sneller dan Pierre Gasly. Dat is heel goed. Groen in sector 2. We rijden op dit moment een 1-2-8. Een halve seconde los van Valtteri Bottas. We zijn dus aanbeland bij Q2. Ik heb dus even gewacht, want de rest heeft allemaal zijn tijd op de intermediates laten noteren. Maar die gaan nu allemaal naar buiten voor de softbanden. Als ik het goed zeg. Track limit waarschuwing, maar dat geeft helemaal niks. We staan dus op P15 omdat we geen tijd hebben neergezet. Nog steeds op die P15. En waar staan we dan nu als we over start finish komen? Het is een 1-2-9 op P1 op dit moment. Dat is goed voor Q3. En hier draait het erom. Pakken wij die pole position? Of kan bijvoorbeeld Valtteri Bottas zich herpakken en eronder doorduiken onder onze tijd dus. De eerste bocht nemen wij uitstekend. Dat is heel goed. We komen aan bij het laatste deel van de ronde. Iets te wijd. We pakten die curbs daarmee. Het gaat ons wat tijd inleveren, maar nog steeds de pol met een 1-2-7. En Bottas duikt eronder door met een 1-2-4-4-4. Dus we moeten nog volop aan de bak om Bottas te kunnen matchen en hem misschien te verslaan in de kwalificatie. Q3 zit er alweer bijna op. Nog 3 minuten ongeveer te gaan. En dit kan nog heel spannend gaan worden. Paars in sector 1, een 1/10 sneller dan Valtteri Bottas. En 20.000 onder onze eigen tijd. Rood in sector 2, groen in sector 3. We komen 28.000ste tekort op Valtteri Bottas. Maar we hebben nog tijd om een extra ronde te doen. Dus dit wordt een besparingsronde. En dan gaan we zo meteen voor de laatste keer hopelijk los in Oostenrijk voor de kwalificatie. Hopelijk kunnen wij die pole toch nog afpakken van Valtteri Bottas.
Dat zou heel vet zijn. Maar 28.000ste missen wij hem tot nu toe. En ik doe heel langzaam aan om zoveel mogelijk IRS en fuel te besparen. De rest rijdt nu allemaal zijn laatste rondje volgens mij, als ik het goed zeg. Of ze zijn allemaal naar buiten gegaan. En wij gaan dus onze laatste run in Q3. Wordt het de pole? Is dat de vraag? Op dit moment, ja, 94.000ste duiken wij onder de tijd van Bottas. Paars in sector 2. Wordt dat de pole op dit moment? Het wordt de pole position. 61.000ste duiken wij onder de tijd van Valtteri Bottas. Heel goed gedaan. Toch nog de pole voorlopig gepakt. En is het wachten op de uitslag. Bottas verbetert zich, maar weet de pole niet te heroveren. Wij starten dus vanaf pole position. Perfect gedaan dit. Perfect gedaan. 32.000ste mist Bottas gewoon de pole. En Russell naar P5 heeft hij heel goed gedaan. Hopelijk dat hij morgen Verstappen en Hamilton het lastig kan maken. Zodat wij weg kunnen rijden van de rest. Nou, we gaan ons opmaken voor de Grote Prijs van Oostenrijk. We starten vanaf pole position en naast ons Valtteri Bottas. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 28. Good afternoon and welcome to Spielberg and to a circuit that in one form or another has held every Austrian Grand Prix in the championship except the very first back in 1964. It was at this race that John Watson lost a bet and his beard when he took Team Penske's only F1 victory in 1976. If anything, the stakes are even higher today with 25 points available for victory and a crucial advantage in the championship fight. It's a short lap here in Spielberg with just 10 corners, 7 rights and 3 lefts, making up the total distance of 2.6 miles. And expect to see a lot of cars running wide today, especially through the last corner, as the wet conditions make the cars skittish through the downhill sections. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Verstappen, George Russell, and Kvyat, Albon, Perez, Ocon, and Pierre Gasly, Vettel, Stroll, Carlos Sainz, and Ricciardo, Leclerc, Giovinazzi, Romain Grosjean, and Lando Norris. Magnussen, Matsushita, De Vries, and Nicholas Latifi. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this points finished last race. Let's aim to keep the momentum going. Nou, daar zijn we dan op de grid. Het regent, maar aan het einde van de wedstrijd kan het droog gaan worden. Dus de strategie kan anders zijn dan we gaan doen. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 28. We starten vanaf pole position naast ons Valtteri Bottas en we zijn onderweg. En we komen gewoon goed weg, steady weg. Geen plekken verloren al, heel goed om te zien. En Hamilton en Bottas hebben het met elkaar aan de knok. Russell pakt Verstappen, dat is heel goed van de Brit. Hij is al naar P4. En we hebben al een halve seconde voorsprong op Lewis Hamilton. Dat is heel goed om te zien. We moeten het gewoon kalm aan doen. Want de wedstrijd is gewoon nog lang. Dankjewel Jeff. Hij zei ja, de eerste ronde is goed gegaan. Hou ze vol. Gaan we zeker doen. Ziet hij daar weer een klein beetje door. Maar het is niet zo erg. Gat met Hamilton moet gewoon gelijk blijven ongeveer. DRS is trouwens ook gewoon uitgezet vanwege de weersomstandigheden. Dus we hebben wat, ja, geluk. Zo moet ik het erbij zeggen. Hamilton zit op 3/10 van ons. Einde ronde nummer 1, begin ronde nummer 2. En we zetten een 1:20:95, de snelste raceronde tot nu toe.
Ronde nummer 5 is het. Paars in sector 1, paars in sector 2. En het is een 1.14.3. 18e sneller dan onze vorige beste tijd. Gaat naar Lewis Hamilton, is inmiddels 4,1 seconden. We hebben hem gewoon helemaal zoek gereden in de regen. Een onderdeel ziet er wat beschadigd uit. De power output gaat omlaag. Ik weet niet welk onderdeel dat is, maar daar moeten we wel rekening mee houden. Maar eerst gewoon de wedstrijd proberen uit te rijden. Stel een onderdeel gaat kapot, dat zou wel heel jammer zijn. Maar goed, dat hebben we niet voor het zeggen. Russell nog steeds op P4. 10 minuten van deze regen. En daarna denken we dat het op gaat drogen, adviseert Jeff. Weer paars in sector 1 en 2. Auto zijn we daar bijna kwijt, maar we redden hem heel mooi. En het gat naar Lewis Hamilton is gewoon bijna 7 seconden. Dat is heel erg groot. Dus de AI is niet goed in de regen. Ik heb hem trouwens ook niet verzet. Hij staat nog steeds op 95. En we zetten een 1.13.7 neer. Snelste race ronde tot nu toe. Het is inmiddels ronde nummer 11. Rood in sector 1 een tiende langzamer, maar dat is helemaal niet erg. We moeten ons gewoon blijven focussen en geen fouten maken. Dat is het advies in de regen. We nemen hier weer een wat wijdere lijn om te zorgen dat we niet wegglijden en om meer tractie te zoeken op het natte wegdek. Ronde nummer 17. De regen is al wat aan het verminderen. De baan wordt droger en volgens mij is Russell naar binnen gedoken voor een setje softbanden. Ook is Hamilton naar binnen gedoken. En als enige rijden mijzelf, Bottas, Albon en Gasly nog op die intermediates. En ik ga dus deze ronde binnenkomen voor de softbanden. Het regent nog een heel klein beetje, maar ik denk dat dat in ronde nummer 18 helemaal verdwenen is. We zijn dus naar binnen. En Bottas duikt met ons mee. Ook Albon duikt met ons mee en Gasly duikt met ons mee. Wat wordt onze stoptijd? 2,8. Een veilige pitstop. Maar ik denk dat wij gewoon aan de leiding weer komen, omdat Lewis Hamilton te ver zit. Ja, gaat naar Lewis is nu 7,6 seconden, 7,2 inmiddels. Dat komt omdat we in die eerste stint op de Indus heel veel sneller waren dan de Brit. En omdat we ook later naar binnen gingen, hadden we ook een grotere voorsprong natuurlijk. We zitten op de helft van de grote prijs. Lewis Hamilton zit een 1.8.0 neer in ronde nummer 19. Een ronde later. De softbanden zijn nu op temperatuur en nu ga je ook merken dat wij heel veel sneller gaan rijden dan voorheen op die intermediates. Paars in sector 1, dat is heel erg goed. Ronde nummer 20 en we pakken dat zelfs regenronde af van Lewis Hamilton met een 1.7.0. Goed om te zien. Er zijn nog 16 ronden te gaan. Dus het schiet al aardig op. We verbeteren ons naar een 1.6.6. Dat is de snelste raceronde tot nu toe. En Lewis Hamilton pakt hem weer van ons af. Met een 1.6.2. Hij is 14e sneller gegaan. Dus we moeten er zo meteen weer voor gaan zitten. Om dat snelste raceronde punt weer van ons. Sorry, van Lewis Hamilton af te pakken. Niet van ons, want we hebben hem niet in handen. Groen in sector 1, 2/10 sneller dan onze vorige beste tijd. Groen in sector 2 en 3, dat is niet genoeg voor de snelste raceronde. En Lewis Hamilton pakt hem weer van iemand af. Hij zet een 1.5.4 neer.
dus moeten wij veel tijd zien te winnen voor dat snelste raceronde en ook voor een extra punt. Er zijn nog maar 14 ronden te gaan, dus dat gaat bloed en bloedsnel. Zetten de snelste raceronde nu met een 1-3-3. Pakt Lewis Hamilton dat weer van ons af? Nee, dit keer niet. Dat is heel goed. En we gaan de pit window tegemoet komen. Groen in sector 1, 3/10 sneller. Dat is heel goed. En het gat naar Lewis Hamilton is 7,1 seconden. George Russell is naar binnen. Max Verstappen naar binnen. Kvyat naar binnen. Lewis Hamilton duikt ook naar binnen. En wij gaan dus voor de overcut op die jongens. Groen in sector 1, 2/10 sneller. Dat is goed om te zien. Einde ronde nummer 27 en we duiken naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. We gaan dus weer naar de softbanden en ik krijg de auto maar net genoeg afgeremd. Anders hadden we een tijdstraf te pakken. Nou is dat niet zo heel erg, maar alsnog een tijdstraf heb je liever niet. Drie seconden, weer een veilige pitstop, maar daar zit ik gewoon helemaal niet mee, want we komen gewoon voor Lewis Hamilton weer de baan op. Volgens mij hebben we gewoon de hele wedstrijd aan de leiding gereden tot nu toe. Dat is een nieuw record voor ons. Nog 8 ronden te gaan, dus het schiet dan heel erg op met de grote prijs. Ronde nummer 29 is het inmiddels. Er is iemand uitgevallen. Dat is volgens mij George. Ja, het is George Russell. Jammer. Russell pakt geen punten voor ons team. Heel jammer, want hij deed het oh zo goed. Hé, daar baal ik nou van. Hopelijk dat hij in Engeland beter voor de dag kan komen. En wij gaan zo meteen ronde nummer 30 alweer in. George is out of the race. Ja, nu krijg ik ook informatie van mijn engineer, dat Jeff zei dat. Russell uitgevallen en wij pakken weer dat snelste raceronde met een 1-4-4. Maar Russell staat dus stil aan einde sector 1, begin ongeveer sector 2. Dat is jammer. Dat is dus vanwege George Russell. En we kunnen weer verder racen. En Russell zijn auto is ook gelijk weggehaald. Ronde nummer 32. En daar hebben we al de eerste achterblijver van de wedstrijd. Nicolas Latifi wordt op een ronde gezet door onszelf. En we gaan ronde nummer 32 alweer in. Dus nog 4 ronden te gaan. En dan zit deze wedstrijd er alweer lekker op. Dat hebben we heel goed gedaan. Volgende zijn Grosjean en Matsushita. En Matsushita kennen wij van de grote prijs van Monaco. Dat was niet zo fijn. Hopelijk dat hij ons er voorbij laat. En ook dan ook echt achter ons blijft. Maar eerst moeten wij Grosjean op een ronde gaan zetten. Denk ik. Ja, dat is dus nu officieel. Want Grosjean en Matsushita zaten te knokken voor die P20. En Matsushita heeft Grosjean dus ingehaald voor P19. Volgens mij kunnen wij hier aan Grosjean al voorbij. Want hij gaat ons denk ik hier voorbij laten. Jazeker. Dankjewel Romain. Grosjean is dan nu ook op een ronde gezet. Ronde nummer 33. En Matsushita. Wat doe je nou? Waarom ga je afremmen en dan weer in één keer gas geven en mijn sidepod raken? Dat schiet helemaal niet op. En dit ook weer. Matsushita valt gewoon aan om zichzelf te unlappen. Dat gaan we dus niet doen. Nobuharu, dat gaan we niet doen. We moeten weer stevig verdedigen. Om te zorgen dat hij ons niet voorbij rijdt. Want het heeft helemaal geen zin wat hij nu doet. Hij houdt ons en hemzelf hier op. Ja, dus neem maar je eigen schuld, Nobuharu. Niet mijn probleem.
Magnussen ook op een ronde gezet in ronde nummer 34. Paars in sector 1, dat is goed om te zien, maar we schieten hier gewoon door. Daar gaat de verbetering van de snelste raceronde, helaas. De laatste ronde gaat nu officieel in. Het was een saaie wedstrijd, eerlijk gezegd. We reden van start tot finish aan de leiding. Helaas is George uitgevallen, maar ja, dat soort dingen kunnen dus gebeuren. Jammer maar helaas. Daar zijn we dan bij de laatste bocht. Overstart finish. Wij winnen dus. Ja, de grote prijs van Oostenrijk. Pakken overwinning nummer 3. En dan gaan we ons opmaken voor de grote prijs van Engeland. There's a few disappointed faces up and down the pit wall after that one, but not here. They secured a phenomenal victory. So Anthony, what made the difference out there today? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs, and that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy, and to stay out of trouble. Here comes your top three making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. De resultaat van de wedstrijd, wij winnen dus de grote prijs, pakken ook een snelste racerondepunt, Verstappen naar 2 en volgens mij Lewis Hamilton naar P3. We lopen in op Lewis, 21 punten verschil is het, dus dat wordt nog wat en we pakken Verstappen in het klassement. Russell helaas uitgevallen. En Mercedes is los van Red Bull en wij klimmen richting Red Bull. En Russell blijft op P6. Dat is jammer. Maar goed, we zijn weer terug bij het oude. Dit was dus de video, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb jij genoten? Beloon het dan vooral met een like. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Volg me even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Ja, like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Reageer wat er verbeterd kan worden op deze video zelf. En heb je nog een leuke comment? Ja, plaats die dan vooral. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ga verder in Engeland.